leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Oké, ik heb vandaag dus een staart in gehad. Sorry voor het achtergrondgeluid, want ik ben namelijk in de badkamer. Dus het bad staat aan, want ik ga straks even lekker baddelen. Maar ik heb dus vandaag een staart in en hij was gewoon best wel hoog. En mijn haar was gewoon best wel dun, want dat is gesteld. En dat vond ik niet zo mooi. Dus ik ging het gewoon omhoog komen, maar dit is het nu. Ik kom er niet doorheen, kijk. Het komt ook niet hier. Er zit ook allemaal gel, mijn haar is allemaal echt totaal niet fijn. Dus ik heb vandaag deze twee maskertjes. En ik kreeg daar een bult, maar oké. Maar ja, dat heb ik dus gedaan. Dus dat ga ik vandaag doen. Deze twee en deze in mijn haar doen. Dus ja, en dan ga ik straks jullie niet meenemen of ik ga even gewoon zo'n haar wassen. Dus ja, ik ga het dus eerst proberen te kammen, uit te kammen. Dus ja, ik ga gewoon plukje voor plukje doen. Sommige plukjes zijn nog best makkelijk om te doen, hè. Oké, maar ik ga nu, weet je wat, ik ga gewoon nu shampoo doen. Ik doe mijn haar nat maken en dan ga ik er shampoo in doen. Ik ga twee seconden badjes aantrekken, dus ja. Ik ben er weer. Oké, ik ga nu een beetje. Ja, een beetje. Ik ga even zo doen. Ik moet jullie eigenlijk iets meer. Ja. Dit is irritant. Even wacht. En het is nog nat. Oké, hi. Ik ga zo straks hier van het putje. Ik ben er weer. Oké, als eerste ga ik een beetje shampoo pakken. Doe ik zo mijn haar. Maar hoe doen jullie shampoo hier? Shampoo. Hoe doen jullie shampoo? Eeuw, ik zit op een shampoo vlek. Oké, maar hoe doen jullie shampoo in jullie haar? Trouwens, de shampoo ruikt lekker. Ik vind dat het gewoon zo, ik weet niet waarom. Ik vind het handig. Shampoo. Oké, maar ik moet iets meer hebben. Voor ook mijn boven, voor daar zo, en mijn hoofd. Voor hier. Nu heb ik trouwens het achtergrondgeluid niet meer omdat ik de dingetje uit heb gezet. Maar ja. Shake your booty girl, shake your booty girl. Kijk, als ik nu dit doe, dan lijkt mijn haar echt super plat. Lijkt net zo klein. Maar als ik dan dit doe, dan zit het zo grappig uit. Kijk. Oké. Weet je wat dat is? Iets van 5 mensen zien dit en ik praat gewoon tegen 5 mensen. Oh my god, mijn haar is zo glimmend. Kijk dan. Dit stukje. Nou ja, je ziet het niet op camera. Nou, je ziet niet hoe glimmend het is. Hoe glimmend het is. Oké,
Oké, ik ga even zo. Moet van de zijkant iets meer doen, want anders heb je het er voor niks. Trouwens, wat vinden jullie van mijn nagels? Ze zijn gewoon wit, maar gewoon nog van jullie verstappen. Oh my god, nee. Oh my god, nee. Oh my god. Sorry dat ik zoveel shampoo gebruik, maar soms heb ik dat gewoon een beetje nodig om mijn haar. Ik best wel dik haar en best wel lang haar. Dus, ja. Yeah. Ik ken mensen die lang haar hebben natuurlijk, maar van ik vind van kort haar, vind ik zo, gewoon kort haar. En dan, als het zo langjes haar vindt, dan vind ik het dan gewoon gelijk lang. Oh my god. Als jullie dat liedje kennen trouwens van Oh my god, na 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 na. Dat klopt niet hoor, maar voor mij tenminste, voor veel andere mensen. Bucket ice pour. Zo ja. Tinky winky. Tipsy. Oké. Oh nee. Oké, jongens, ik ga denk ik nu even in bad zitten, dus tot straks. Oh, wacht, ik kan de camera niet meer uitzetten, help. Oké, jongens, ik heb mijn haar net gewassen en het is echt super shiny. Ik heb het even gekamd, dus ik ben echt super blij mee. Ik ga even een staart in doen, 2 seconden. Ja, wacht, ik doe even een staart in en dan leg ik het even neer. Oké, ik heb een staart in gedaan. Ik denk dat de video voorbij is nu, dus bye.